Ja, een van de tips is natuurlijk voor aankoop van eender welk vastgoed, is altijd te bekijken van macro naar micro. Met andere woorden, men moet eerst naar de omgeving kijken, dan naar de woning kijken. Nu, in Amerika is het ook heel belangrijk van naar het schooldistrict te kijken. Dus als men een woning gaat kopen, laten we zeggen van 4 of 5 slaapkamers, weet u sowieso dat je het gaat verhuren aan bijvoorbeeld gezinnen. Dus dan maakt het wel veel verschil om een goed schooldistrict te zitten. Dus ieder woning is beperkt tot zeker scholen, tenzij men privaat wilt gaan. En dat kan natuurlijk oplopen in het aantal geld dat men spendeert. Een ander tip is dus ook dat zeker te zijn dat u een akte hebt en dat u daarbij een akteverzekering hebt, wat ze noemen een title policy. Dat wil zeggen dat u altijd beschermd bent qua rekeningen die nog uitstaande zijn, qua dat de taksen betaald zijn op de eigendom, ja, enzovoorts.